We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 22 augustus. Het droog weerbeeld blijft dominant. Aan het eind van de nacht zal zich plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen, voornamelijk in bosrijke gebieden. Vanavond zal in alle districten de maan zichtbaar zijn en zal de verlichting droog zijn. Morgen komt er in alle districten weinig bewolking met droogte voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 22 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.